Een aantal machines van de cassavefabriek in het district Para is gesloopt en weggedragen. Dit zegt minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij LVV. De cassavefabriek was volgens hem formeel onder het ministerie van Financiën geplaatst. Volgens de bewindsman worden er thans voorbereidingen getroffen om de fabriek over te hevelen naar LVV. Seudin zal in de komende week een bezoek brengen aan de cassavefabriek te Sanderij. En de vraag is, van, moeten we op onszelfde concept doorgaan of moeten wij nu in, iets anders in, gaan bedenken? Maar een feit is wel dat wij onze cassavecultuur verder willen opkrikken. We zijn met een aantal voorbereidingen bezig omdat wij te maken hadden met een ziekte in onze aanplant. De frog skin disease, zoals het heet. Dat houdt in dat je plant gaat er goed uitzien. Maar als je zo'n boom uit de grond trekt, dan ga je weinig tot geen cassave zien. Dus we hebben nieuwe variëteiten in samenwerking met de FAO hebben wij binnengehaald. En die zijn we nu bezig te vermeerderen. Dus die voorbereidingen zijn allemaal gaande. Maar natuurlijk, dat duurt even. Maar ondertussen dan kijken wij naar hoe verder met de verwerking van de cassave. De bewindsman haalde verder aan dat er voorbereidingen zijn getroffen, zodat de wakkaipompen in Wageningen een goede onderhoudsbeurt kunnen krijgen. Deze pompen zijn belangrijk voor de rijstsector. Seudin zegt dat de fabrikant zelf naar Suriname komt om de onderhoudsbeurt te doen. De voorbereiding is zelf getroffen, de betaling is reeds geschied, de aanbetaling dat ze kunnen komen. Dus nu wachten we even op hun. Zij worstelen daar nog in Noord-Nederland komen, nog in, met COVID. Wij zijn hier in gelukkige omstandigheden dat hier de cijfers heel erg goed liggen. Maar die moeten binnen 1 tot 2 weken komen. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij afgelopen woensdag op de stoep van het Frank Essert gebouw, kort voor de RVM-vergadering.